In deze video laten we kort maar stap voor stap zien hoe u digitale televisie thuis kan aansluiten en installeren. Kijkt u nog analoog en wilt u ook digitaal kijken? Kijk dan voor ons assortiment aan digitale televisieontvangers op www.bcc.nl. In deze video gaan we laten zien hoe je heel gemakkelijk thuis zelf digitale tv kunt aansluiten. Er zijn vier manieren om digitale tv te kijken. Via de digitale kabelaansluiting, via Digitenne van KPN, via interactieve tv van KPN en via kanaal digitaal. We behandelen alleen digitale kabeltelevisie en KPN Digitenne, omdat kanaal digitaal en KPN interactieve tv door een monteur kunnen worden aangesloten. Voor het aansluiten van de digitale kabeltelevisie hebben we drie kabels nodig. Een antenne of coaxkabel vanuit de muur naar de digitale tv-ontvanger. De HDMI-kabel om het beeld van de ontvanger naar de tv te brengen. En een optische audiokabel om het geluid van de digitale tv-ontvanger naar een audioset te brengen. Het kastje kan ook vervangen worden door een CI+ module. Hier gaat de smartcard in. En de CI+ module gaat in de tv. We gaan nu de eerste stap doen van het aansluiten met een digitale tv-ontvanger. Dat is de antennekabel. Deze loopt vanuit de muur naar de digitale tv-ontvanger. Eén kant is een mannetje, de andere kant is een vrouwtje. De kant met het mannetje gaat in de kabel in de digitale tv-ontvanger. Vervolgens pakken we de HDMI-kabel. Die gaat van de digitale tv-ontvanger in de tv. De volgende stap is het overbrengen van het audiosignaal met een optische kabel. Ook deze gaat weer in de digitale tv-ontvanger naar een home cinema set, soundbar of microset. De CI+ module is zojuist geïnstalleerd. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is twee codes invoeren. Deze codes kunt u vinden in de handleiding van uw CI+ module. En aan de hand van uw postcode kunt u de frequentie en de netwerkcode invoeren. Wanneer u dit heeft gedaan, worden alle zenders automatisch gevonden en kunt u genieten van digitale televisie via uw CI+ module. Wanneer u gebruik maakt van de decoder, kunt u dezelfde codes vinden in het boekje. Zorgt u dat de tv op het goede kanaal staat waarop de digitale tv-ontvanger is aangesloten. In dit geval hebben wij gekozen voor HDMI 1. U stopt de smartcard in de decoder. En dan is het nog een kwestie van de taal instellen, de codes instellen en daarna worden automatisch alle zenders gevonden. We kiezen hier Nederlands en ik zal nu de frequenties en de codes invoeren voor Utrecht. Dat is in dit geval 372.00 en 5555. Verder hoeft u niks in te stellen. Wanneer u op zoeken drukt, zal de digitale tv-decoder automatisch alle zenders gaan zoeken, zowel tv als radio, en kunt u genieten van digitale tv via de digitale tv-ontvanger. De ontvanger die wij hier hebben gebruikt, kan ook opnemen. Om Digitenne aan te sluiten hebben we een aantal spullen nodig. De digitale ontvanger, de antenne om het signaal uit de ether op te pakken, de SCART-kabel om het beeld van de decoder naar de tv te krijgen, eventueel een optische kabel om het geluid van de decoder naar een audioset te krijgen, en de Digitenne smartcard. Die kunnen we vast in de decoder stoppen. Nu gaan we kijken hoe we het gaan aansluiten. Veel televisies zijn tegenwoordig ook uitgerust met een DVB-T-tuner. Dit betekent dat u in plaats van met een decoder ook gebruik kunt maken van een CAN-module.
De smartcard gaat dan in de CAN-module. En deze wordt in de televisie geplaatst. Vervolgens sluit u de antenne aan op de plaats waar normaal de antenne of coaxkabel aangesloten zou worden. Nu kunt u zonder decoder Digitenne kijken. Als u wel gebruik wil maken van de decoder, gaat de antenne niet in de tv, maar in de decoder zelf. Deze gaat weer in de antenne in. Om het beeld van de decoder naar de televisie te krijgen, gebruiken we de SCART-kabel. Deze gaat in de aansluiting waar tv bij staat. En vervolgens in een vrije SCART-poort op de tv. Mocht u nog een audioset hebben met een optische ingang, is het mogelijk om bij Digitenne het geluid van de decoder over de audioset te laten lopen via de optische kabel. Deze gaat weer in de optische uitgang en in uw audioset in de optische ingang. Dit is alles wat u nodig heeft om Digitenne aan te kunnen sluiten en te kunnen kijken. Wilt u toch liever uw nieuwe digitale ontvanger laten installeren door BCC? Geef dit dan aan bij de winkel bij uw verkoopadviseur. Of bel naar 0900 0555. Heeft u nog een vraag over de installatie van uw digitale televisieontvanger die niet in deze video is beantwoord? Bezoek dan een van onze vele winkels in Nederland. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u te helpen. Maak nu een keuze uit één van de vier mogelijkheden. Maak nu uw keuze.